Dit is ongelooflijk. Ik heb nog nooit zoveel TNT door de lucht zien zweven. Yo, kijkers van Doe Maar Gamen. Super awesome dat jullie allemaal weer kijken naar deze gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Jongens en meisjes, ik heb iets super vets hier op mijn bureau liggen. En ik ga het jullie nu laten zien. Inderdaad, jongens en meisjes, er zijn nieuwe Minecraft boeken. En dit is zo ongelooflijk vet. Ik heb deze vandaag ontvangen. En heel kort samengevat, er zijn meerdere soorten versies van deze boeken. Dit boek staat voornamelijk in de ban van combat, oftewel van PvP in Minecraft. En in dit boek, jongens en meisjes, staan allerlei handige tips en tricks die jij kunt toepassen in bijvoorbeeld PvP battles. Naast het feit dat hier allemaal van die epische tips in staan van hoe jij nou het beste kunt PvP'en, staan hier ook allemaal dingen in over TNT. Nou, zoals jullie uiteraard weten, ik, Job van Doe Maar Gamen, ben een hele grote fan van explosies in Minecraft. En in dit boek staan allerlei verschillende soorten methodes, hoe je nou bijvoorbeeld een TNT-kanon kunt maken. Maar daarnaast staan er ook allemaal hele epische manieren waarop jij een heel groot gebouw tot het maximale wilt kunnen opblazen. Ik vind het super vet en ik ben er ook heel erg blij mee dat ik dit boek heb gekregen. En toen ik dit boek opensloeg en al die epische dingen over TNT zag, dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon een Minecraft-wereld in mijn Minecraft zetten. En deze Minecraft-wereld is eigenlijk gewoon één grote stad. En wat ik vandaag ga doen, jongens en meisjes, is mijn droom vervullen. Ik ga deze stad proberen zoveel mogelijk te gaan opblazen. Daarnaast wil ik ook een paar kleine opdrachtjes uit dit epische boek gaan uitvoeren. Als het goed is, staat hier namelijk een hele epische opdracht in van hoe jij nou een soort van TNT kanon kunt maken met een boom en blauwe stukjes wol. En zo staat er nog veel meer in. Ik heb sowieso een tip hierin gelezen wat te maken heeft met PvP, want zoals jullie waarschijnlijk wel weten heb je namelijk cobwebs in Minecraft. En dit is iets wat ik zeker weten ga toepassen in bijvoorbeeld de minigame Minecraft Skywars of de Hunger Games. Stel je nou eens voor dat jij achterna gezeten wordt door een enemy die net even ietsje sterker is dan jij bent. Wat je dan kunt doen, is dan kun jij tijdens het wegrennen van die enemy snel wat cobwebs plaatsen, zodat die enemy daarin verstrikt raakt. Sommige mensen hadden dit misschien al wel geweten, maar het is natuurlijk super chill om al die tips gewoon in een compact boekje te hebben. Zoals ik al zei, je hebt veel meer versies van dit boek. Je hebt de combat versie. Als het goed is, heb je ook een constructiehandboek. In dit boek staan allerlei vette methodes om dingen te bouwen. En uiteraard het redstone handboek. Hier aan, jongens en meisjes, ga ik een hele hoop hebben. Want ik ben, zoals jullie waarschijnlijk wel weten, een ongelooflijk grote noep in redstone. En hierin staat bijvoorbeeld, super epic, hoe jij een automatische brewing kamer kan maken. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Oftewel een kamer waar jij gewoon automatisch potions kan laten maken. Maar jongens en meisjes, laten wij nu eens even gaan kijken of wij deze wereld volledig kunnen gaan opblazen. Want ik hou er namelijk van om dingen te gaan opblazen. Dat is een van mijn favoriete bezigheden. Niet in het echte leven, jongens en meisjes. Rustig. Dus dat gaan wij even doen. Ik moet zeggen, jongens en meisjes, ik vind deze map er echt super episch uitzien. En ik vind het dus ook wel een beetje zonde om deze map volledig tot de grond te gaan opblazen. Maar we gaan het doen. En zometeen wil ik dus ook even een methode uit het boek gaan uitproberen. Ik ben namelijk heel erg benieuwd of ik het misschien op een iets efficiëntere manier dan dit kan gaan opblazen. Dus let's go. Nou, laten we eens even gaan kijken hoe dit mooie gebouw naar de kloot gaat. Let's go. Woe. Oh ja, yeah, kijk eens aan. En dat is een gebouwtje minder in deze mooie wereld. Ik snap dat niet. Hoe kan dat TNT helemaal hier komen? Is het zo dat het als het ware een soort van alle kanten opgeblazen wordt? Ik vind dat echt heel fascinerend. In ieder geval, ik ga nu eens even kijken of ik iets in dit boek kan vinden. Zullen ik het redstone boek gebruiken? Nee, wacht. Ik ga het combat boek gebruiken. Want hierin zal vast wel een epische tip staan omtrent TNT. Van hoe ik de boel nou net nog even ietsje makkelijker kan gaan opblazen. Let's do this. A few moments later. Oeps. Oh mijn god. Oké. Okay. Oké, guys, nu heb ik het als het goed is goed gedaan. Wat je dus doet, is je hebt als het ware een soort van vormpje van blauwe wol gemaakt. Aan de buitenkant van die blauwe wol plaats jij allemaal redstone fakkels. En jij zorgt ervoor dat je een stukje van de boom weghakt om aan de onderkant redstone te plaatsen. En aan de onderkant van de tree een lever. Als je daar dan de lever omhaalt, zijn de redstone fakkels dus gedeactiveerd. En kun je dus rustig wat TNT gaan neerzetten. Wat je dan vervolgens doet, kijk, ik doe het nu natuurlijk een beetje op een verkeerde plek. Maar normaal gesproken zou je de boel dan een beetje gaan inbouwen. Dus dat doe je op deze manier. En wanneer je dat hebt gedaan en er is bijvoorbeeld iemand, oh, deze moet ik nog even dichtmaken, anders is het een beetje te obvious. En stel voor, er zou dan iemand in jouw server zitten die een beetje hout wilt gaan hakken. Die loopt er naartoe en die denkt, oké, let's go. Hoppakeetje. Maar wacht, hij hoort wat. Hij kijkt naar de boom en, oh shit. Oh my god. Dat, jongens en meisjes, is nog eens een epische trap. Ik wist niet eens dat je zo'n trap kon maken. Nou, dat staat dus ook in dit Minecraft boek. Super epic. Ik ben hem een beetje aan het doorbladeren en zo staan er nog veel meer epische dingen in. Hier heb je bijvoorbeeld ook een stukje in het boek wat iets vertelt over een gevechtsarena. Dus misschien wordt daar wel in verteld hoe je dat in elkaar moet zetten. Lijkt mij heel tof om een keer uit te proberen. En voor de rest staat er allemaal informatie in over alles wat jij moet weten omtrent PvP'en. En ook heel erg veel over potions. En dit, jongens en meisjes,
is iets wat ik heel erg goed kan gaan gebruiken. Nou, laten wij het nu nog even op de ouderwetse manier gaan doen. Oftewel, gewoon lekker de wereld opblazen door TNT te plaatsen. En jongens en meisjes, de volgende keer dat ik een survival wereld ga aanmaken samen met iemand, of misschien wel in een server, is wel een heel erg leuk idee om een keer in City Build te gaan doen op mijn gamekanaal The Game Mall. Dan zorg ik er gewoon voor dat ik die tree trap ga maken met TNT. En als Stolgan dan de boom wilt gaan weghakken, explodeert de wereld. Nou, hier hebben we een hele mooie TNT worm, of wat het ook moet voorstellen. Het lijkt wel Domino Day! Yeah! Oh my god, jongens en meisjes. Laten we eens even gaan kijken of we deze hele wolkenkrabber kunnen gaan opblazen. Dus ik nou gewoon zo ga. Come on! We willen deze wolkenkrabber weg hebben! Hij is lelijk en van ijs. Ramen horen niet van ijs te zijn, dus nu moet hij kapot. Als je in het echte leven zo over dingen zou denken, zou echt alles kapot gaan. We gaan het proberen. Let's do this. Oké, let's go. Ik ben heel erg benieuwd in hoeverre dit opgeblazen wordt, hoor. Ik ben heel erg benieuwd. Oh shit. Oh shit, de molly. Dit is best heftig. Dit ziet er echt heel vet uit, jongens en meisjes. Je hebt nu zeg maar wel gewoon wat meer frisse lucht. Dus stel je nou eens voor dat je hier binnen zit en je had het altijd een beetje warm. Ja, ik heb zo'n idee dat dat dan is opgelost. Maar nu gaan we door naar het echte werk. Ik ga namelijk een TNT map in mijn Minecraft zetten. En dan gaan we echt eens even kijken hoe explosies werken. Tot die tijd ga ik nog even in het boek kijken of er nog wat algemene informatie over explosies staat. Want ik heb het idee dat het niet zo veilig gaat met mij. Oké, jongens en meisjes, daar gaan we. Ik heb de Too Much TNT mod geïnstalleerd. En nu gaan wij eens even kijken of wij wat epische explosies kunnen veroorzaken. Ook met deze mod kun je uiteraard alle TNT traps maken die in dit epische boek staan. Stel je nou eens voor, je wilt de tree trap maken die ik zojuist maakte met de Too Much TNT mod. Dan kan dat. Maar wij gaan eens even kijken wat al deze TNT gaat doen. We hebben hier de Revolution TNT. Laten we eens even kijken. Wow! That's some epic shit, mate. Holy freaking moly, jongens en meisjes. Dat is de meest epische TNT die ik ooit heb gezien. Oké, wacht. Hier wil ik er een paar tegelijk van doen. Stel je nou eens voor dat jij deze video kijkt en jij wil mij een aparte video zien maken. Een soort van mod showcase van de TNT mod. Laat dan massaal even de like achter. En laat dat dan even in de comments weten. Maar eerst gaan we het hier nog even in doen. Oké, dit wordt een drama. Dit wordt echt een drama. Oh my god. Oh my god. Oh, mijn hele Minecraft is spaced. Oh my god. Holy shit, guys. Dit is sick. Oh my freaking god. Dit is ongelooflijk. Ik heb nog nooit zoveel TNT door de lucht zien zweven. Oh my god. Dit is echt niet normaal. Holy shit. Als je hiermee een trap zou maken in een server, guys, is die hele server weg. Nou, ik ga deze nog even proberen. De mountain top. Nou, dit is een bergtop. Dus laten we eens even kijken waar dat voor gaat zorgen. Oké, ik ben heel erg benieuwd, guys. Waar gaat dit voor zorgen? Let's see. Even kijken. Even kijken. Wat gebeurt er? Is het nou de berg ingegaan? Deze TNT, die verwijdert gewoon letterlijk het hele bovenste gedeelte van de berg. Check dan, het is helemaal tot en met daar doorgegaan. En al die dieren die lopen er ook gewoon rustig overheen. Oh, dit is zo epic. Nou ja, jongens en meisjes, ik ga het hier belaten voor deze video. Vond je dit nou een leuke video? Laat dan even een like achter. Stel je nou eens voor dat jij ook heel erg graag dit boek zou willen kopen, wat ik kan begrijpen, want het is namelijk super epic. Het enige wat je dan even hoeft te doen is de bovenste link in de beschrijving te checken. Bovenaan in de beschrijving staat namelijk een link waar je deze epische boeken kunt kopen. Ze kosten 10 euro per stuk en als je hem dan hebt, staan al die epische tips en tricks erin. En kun je die allemaal gaan gebruiken. Jongens en meisjes, bedankt voor het kijken. Laat even die like achter. Abonneer op mijn kanaal. En laat eens even in de comments weten of jullie mij eventueel een keer een video zouden willen zien maken. Waar ik de TNT mod showcase. Oh, wat is dit? Wow! Holy shit! Nou, dat is dan voor later. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later, mensen.